Goedendag, mijn naam is Jos Aardenak en ik ben meetkundige rijm omvormen expliciet naar recursief. Eerst recursief, expliciet dan expliciet recursief. Hier recursief gegeven, un plus 1 is q de macht un, dan u1 gegeven, dan un is q de macht n min 1 u1. We gaan nu uitschrijven, ja, we gaan proberen een functie van n te schrijven, dus dat wordt q de macht n maal u1 letter q. We gaan q wegvormen, dan krijg je in feite, als je het schrijft, un is dan gelijk aan u1 letter q. Dus een getal u1 letter q maal q te macht n. U1. Ja. Bijvoorbeeld, un plus 1 is 2 maal un met u1 3. Ja. Hoe kun je dat expliciet schrijven? Dan wordt un gelijk aan u1 is 3 en q is 2. Dan krijg je 3 tweede. 2 te macht n ja, maal hier 3 tweede. Of juist geschreven 3 tweede maal 2 te macht n. We gaan 3 tweede een haakje zetten, dus 3 tweede maal 2 macht n. Als je merkt, ja, die formule die je krijgt, is de formule van vorm p maal a macht n. Dus dit is een formule, als je goed kijkt, ja, un is een p maal a macht n. En dit lijkt op een exponentiële functie, dus meetkundige rijen zijn een voorloper van exponentiële functies, ja, van de vorm p maal a macht n. Nu gegeven p maal a macht n, wat is dan un plus 1 en u1? Wel, u1 kun je vinden door n gelijk aan 1 te stellen, krijg je gewoon p. Maar a tot de eerste is gewoon p maal a. Dus u1 is p maal a. Als u un plus 1 dan, gaan we gewoon invoeren. Dat wordt dan p maal a te macht n plus 1. Dan kun je de a buiten brengen. Je p maal a te macht n maal a. Wordt dus, je krijgt de a eerst. En p maal a, an is un. Dus a maal un. Dus un plus 1, recursief is dus a maal un. U1 is p maal a. Bijvoorbeeld un is 3 vijfde maal 4 tot de macht n. Wat dan u1 is gewoon 3, is p maal a, is gewoon 3 vijfde maal 4 is 12 vijfde. Wat wordt un? Un plus 1 wordt dan, dus q is hier 4. Dus un plus 1 is dus 4 keren un. Dat zijn expliciete en recursieve formules bij meetkundige rijen. Dank u wel.